Yes, daar gaan we. We gaan het over twee helften hebben. Allereerst de eerste helft. Maar daarvoor moet ik natuurlijk nog eerst even jou feliciteren namens DVS TV. Met deze overwinning. Belangrijke overwinning. Jullie ook gefeliciteerd. Ja, heerlijk. Heerlijk was het. Eerste helft. Beetje overheerste de angst. Zeg ik dat goed? Nou ja, als je hem concreet kan maken, dat het misschien duidelijker is. Maar... De angst om een... Als eerste op achterstand te komen, zowel bij ACV als bij DVS, constateerde ik even hoor. Ja, nee, bij ons zeker niet. Nou, we waren wel voorzichtig in de opbouw, hè, dus kijken of we tussen de linies mensen vrij konden krijgen en dan versnellen. Maar het was wel wat aftasten, dat ben ik wel met je eens. Denk ook, wij wel meer aan de bal. We kregen ook wel het initiatief, zeg maar. We hadden ook het meeste initiatief, denk ik. Ook een paar goede kansen gecreëerd. Natuurlijk de goal, maar die ontstaat eigenlijk uit een bal die we achter een centrum neerleggen. Is ineens een voetbalgoal eigenlijk, maar krijgen ze niet weg. Maar wel een aantal keren dat we mooi doorkomen. Over rechts, over links. Roemion een keer. Ja, een goede actie van Quincy nog een keer, schietkans, zodat hij wegdraait. Ja. Dat we lang doorvoetballen. En eigenlijk niks weggeven. Nee, precies. Helemaal niks. Tweede helft ging het tempo rap omhoog, constateerde ik. Ja, nou ja, toen waren we helemaal oppermachtig, vond ik. Bij alles eigenlijk bij hun op hun helft. Zij er eigenlijk niet meer uitkomen. De enige situatie die zij krijgen is dat misverstandje met Tariq of met Nicky. Volgens mij achterin, dat we dat zelf veroorzaken, zeg maar. En volgens mij zijn we eigenlijk niet in de problemen geweest buiten de laatste 5, 6, 7 minuten. Dat we eigenlijk ook wel totaal los waren met elkaar. Geen druk meer op de bal. Gaan hun veel mensen in het centrum brengen. Dan normaal gesproken zijn wij ook wel in staat om, als we dan de bal veroveren, en zij met drie man achterop en hun backs heel hoog, met Benna en Nassim om dat kapot te spelen. Maar nee, het was bij ons de pijp wel leeg. Benna had zelfs kramp om echt nog toe te slaan. Maar dat hadden we natuurlijk al veel eerder kunnen doen in de tweede helft. Zeker. Een paar hele goede kansen gehad. Zeker, middels die prachtige aanname van Quincy Veenhoff en dat schot daarna was echt heel mooi. Las schuin voor de goal, recht voor de goal, Nassim nog een schot, Benna in de 16 meter. Ja, we hebben tweede helft hadden we gewoon snel op 2-0 moeten komen. En die mogelijkheden hebben we gehad. Uiteindelijk dik verdiende overwinning. Ja, vind ik wel. Ja. Zeker. Een tegenstander, wat vond je daarvan? Ja, vond je... Een mooie, goede spelopvatting. Ook fijn het collega-trainer, Fred de Boer, ken ik natuurlijk al een tijdje. Maar hij had het goed voor elkaar, geen zwakke plekken. Frisse ploeg. Ja, organisatie stond redelijk goed. Ja, precies. Maar die stond bij DVS ook goed. En het valt me op dat de verdediging eigenlijk elke situatie toch goed de kop erbij hield. En ik zeg wel kop, maar ze doen kop het ook heel veel. Ja, dat hebben we redelijk goed georganiseerd. Kijk, en op het moment dat je gewoon achteruit wordt gedwongen om daar te verdedigen, dat is redelijk goed te organiseren. Maar wat we heel goed doen is dat we eigenlijk de tegenstander geen kans geven om te counteren. Want als ze ons wel pijn kunnen doen, is het daar. En dan zijn we zo stabiel, zo goed georganiseerd. Op het moment dat we balverlies leiden, dat we gelijk druk op de bal hebben. Quincy kan dat goed, Adriaan kan dat goed, Benna kan dat goed. En willen daar ook energie in steken, zeg maar. Maarten kan dat goed. Koentje die vooruit verdedigt. Dat is denk ik wel de sleutel dat we het achterin dan ook wat rustiger hebben, zeg maar. Maar we staan goed georganiseerd. Jeremy voor het eerst weer terug. Finn ziek geweest. Als Finn niet ziek was, had gewoon Finn gespeeld. Gaf toch maandag is niet getraind. Donder gaf hij aan van 50-50. Nou, uiteindelijk toch gekozen om Jeremy op te stellen en prima ingevuld. En er komen steeds meer spelers terug uit blessure. Dus wat dat betreft toekomst. Ja, Ali heeft al donderdag... voor 70% meegetraind. Is nog wel wat voorzichtig. Maar inderdaad, we krijgen steeds meer mensen terug. En is natuurlijk geweldig voor een trainer. Dat is lekker. Oké. Okay. Ja. Een heel prettig weekend gewenst. Ja, namens DVS TV. Mannen. Oké. Okay.